Gisteren vierde ik mijn twintigste verjaardag en we gingen met familie uit eten. Uh, vooraf hebben we oesters besteld en ik uh, ja, was een oester aan het eten. En in één keer voelde ik iets geks in mijn mond, iets dat geen oestervlees was. Uh, later bleek het een parel te zijn. Dat is ook een hele kleine kans dat je überhaupt een, oester, een parel in een oester vindt. En dan in een restaurant ja, lijkt me de kans nog kleiner. Volgens internet is de kans 1 op 35.000 dat, uh, dat je een parel vindt in een, oester, in een restaurant. Uh, ik ben wel van plan om uh, een juli op te bellen en hem te laten taxeren. Maar wat die waarde is, daar wil ik graag zelf ook achterkomen nog. Volgens internet kan het variëren van 5 euro tot 30.000. Dat hangt dan maar net af van uh, in welke staat uh, de parel is en uh, welke eigenschappen die heeft. Ja. Uh, omdat, omdat ik hem op mijn verjaardag heb gevonden, heeft het sowieso sentimentele waarde. Dus als die niet gek veel geld waarde is, dan denk ik dat ik hem ga houden. En uh, ja, stel dat die wel heel veel waarde is, dan ga ik het wel overwegen natuurlijk om hem te verkopen. Heb je hier al ondertussen te maken met een echte PALExpert? <laughs> ja, internet kom je ver mee, ja.